Lex van der Poel, directeur van Dual Inventive. We zijn hier op InnoTrans in Berlijn. En wat laten jullie je zien? Nou, zoals altijd hebben we weer een paar nieuwe innovaties hebben we staan, waarvan wij verwachten dat die ons erg gaan helpen in de komende periode. Dat houdt in, we komen terug op innovaties zeg maar, die we in het verleden al hebben gedaan, de ZKL Remote Control. Die blijft heel interessant. Hebben we helemaal gerestyled en opnieuw neergezet, maar daarnaast ook track and trace en een automatic track warning system. Wat dat apparaat doet is, die detecteert treinen digitaal. En zet deze informatie door naar de werkenden, waardoor de werkenden een alarm krijgen op een unit. En dit gaat allemaal via de IoT-domein. Dus eigenlijk ter bevordering van de veiligheid van de mensen in het spoor werken? Ja, zeer zeker. Dus we sluiten dit keer het spoor niet af wat we met de RC wel doen. Maar detecteert de treinen zodat mensen tijdig naar hun veilige positie kunnen en de trein voorbij kunnen laten gaan. En hoe is het voor jullie om hier op InnoTrans te staan? Waarom is het belangrijk? Laat ik het zo zeggen, hier komt de wereld bij elkaar. Zoals we hier samen met Structon ook staan, is het met name zeg maar, de filosofie technologie. Hoe kan dat bijdragen aan een beter proces van het managen van je assets, hè, om uiteindelijk 100% beschikbaar spoor te regelen. En het gaat van sensoriek tot veiligheidssystemen die heel efficiënt tot papierloos werken. Dat zul je hier allemaal terugvinden. En als ik terugkijk, zeg maar, nu is de tweede dag hier. Het is eerlijk gezegd in de positieve zin een gekkenhuis. Heel veel aandacht voor hoe wij hier staan, samen met Structon, om de wereld toch echt wel een duwtje in de goede richting te geven.